allemaal, welkom bij het kanaal van Lucky Bastard. Vandaag doe ik weer 15 is misschien een beetje veel, 5 reviews. Maar het is wel al mijn 17e, mijn oordeel. Dus het zijn wel tamelijk wat. Misschien dat ik binnenkort eens een best of the best ga doen. Ja, dat lijkt me wel wat. Maar goed, 5 spellen hier rondom mij. Met welke moet ik beginnen? Wel, de eerste. Die zat hier achter mij. Die zat goed verstopt. Tales of Glory. Tales of Glory is een spelletje waarbij je allemaal gelijktijdig een tegel gaat kiezen. Heb je hetzelfde, dan heeft de startspeler voorrang. Maar dan krijg je toch nog altijd een andere tegel die beschikbaar is. En dan ga je met die tegeltjes een koninkrijk vormen voor je. Het is niet echt een puzzel qua tegeltjes aan elkaar leggen, maar je probeert er wel de meeste bonussen uit te halen door slim tegels naast elkaar te leggen. De meeste punten op het einde van het verhaal wint. En dat doe je door onder andere monsters te verslaan, door genoeg strijdkracht en genoeg magie te verzamelen. En dan, daarnaast wil je ook nog genoeg muntjes en toverdrankjes, zodat je misschien ook nog wat interessante tegels in de toekomst kan kopen. Want naarmate het spel vordert, worden die tegels alleen maar duurder. De vormgeving is bijzonder goed gedaan. Het artwork is verzorgd door Miguel Coimbra. En die is ook gekend van de artwork van Small World en Seven Wonders en Fujikoro. Dus die heeft wel iets dat mij eigenlijk persoonlijk wel aanstaat. Het is heel kleurrijk meestal. En dat doet u nu ook weer goed. Ook ieder tegeltje heeft denk ik andere artwork. Alles is goed verzorgd. Ook de insert van de doos, alles past er mooi in. Ik kan die doos ook met een gerust hart schudden, ondersteboven houden. Alles blijft op zijn plaats steken doordat het goed klem zit. Dat is allemaal heel goed over nagedacht. De entertainment van het spelletje gaat vooral komen van de hele tijd dingen te vergaren. En een beetje slim nadenken van ik wil nu zoveel uitgeven of ik wil nu zoveel krijgen zodat ik zeker zelfs een goede tegel kan kopen. Vooruitplannen zit er niet echt in, want je ziet nog niet wat er gaat komen. Maar je weet natuurlijk wel, naarmate het spel vordert, ga ik steeds meer en meer nodig hebben om de interessante tegels kunnen aan te schaffen. Het speelt vlot in 10 rondjes en dat bolt lekker voort. En ik denk dat het ook wel deel van de entertainment is. Er is een beetje interactie, maar niet overdreven veel. Het is gewoon bij het kiezen van die tegels. Maar meestal is optie B nog niet zo dramatisch als het misschien nu klinkt of in andere spellen wel is. Qua regels zijn er misschien net iets meer dan je wenst in een beginnerspel. Maar als je een paar rondjes hebt gespeeld, gaat iedereen wel mee zijn volgens mij. Het is niet zo overdreven moeilijk. Oké, er zijn kleine dingetjes waar je rekening mee moet houden op de tegels. En misschien dat wel eens over het hoofd wordt gezien. Maar geen erg, het is ook een spel dat niet al te lang duurt. En je kan al snel dus een nieuw potje gaan spelen. Wat vind ik er dan zelf van? Ik vind dat het spel steengoed in elkaar steekt. Ik ben echter niet helemaal mee met het verhaal. Omwille van dat het misschien net iets te vlot bolt allemaal. Dat klinkt gek. Maar ik heb liever wat meer prangende keuzes. En hoewel je hier zeker en vast je keuze zelf in hand hebt, het geluk is minimaal, heb ik toch zo, ik mis iets van spanningsboog voor mij persoonlijk. Maar ik hou daar ook van spellen die dat echt heel fel hebben. Dus ik zou zeker niet afraden. Ik vind het zelf eerder een aanrader als instapspel. Ik heb hem in het verleden ook al aangeraden. Hij ziet er goed uit, hij speelt vlot en het is ook wel leuk. Maar dat wil niet zeggen dat het een van mijn favorieten gaat worden. Vervolgens hebben we Deus. Een spel waarbij je kaarten gaat combineren door ze in kolommen met kleuren te leggen. En iedere keer als je een kaart bijbouwt door de grondstoffen te betalen, dan ga je eigenlijk alle acties van die kaarten die er al liggen, inclusief degene die je net hebt gelegd, ga je die activeren. Eén voor één. En dat gaat ook dingen manipuleren op het bord, waardoor je daar misschien barbare dorpen gaat kunnen veroveren of andere tegenstanders de pas afsnijden. Dat is één zijde van het verhaal. Maar moest je echt zeggen van, ik heb godverdomme, nee, dat wil ik niet zeggen in deze video. Ik heb verdorie slechte kaarten. Ik ben hier niks mee. Dan kan je ook nog altijd zeggen, ik ga offeren aan de goden. Afhankelijk aan welke god je gaat offeren. En dat hangt af van de kaart die je als bovenste legt wanneer je kaarten weggooit. Afhankelijk van dus de god waar je aan gaat offeren, ga je iets anders krijgen. Doel is nog altijd natuurlijk om zoveel mogelijk punten te scoren. De vormgeving vind ik over het algemeen goed gedaan. De doos staat me wel aan. De componenten zijn allemaal degelijke materialen, kwaliteitsvol en zo.
Maar misschien mis ik net dat extra beetje cachet, omdat de grondstoffen zijn gewoon schijfjes in verschillende kleuren. Misschien ook kan het wel een probleem zijn voor kleurenblinde mensen, want er zit groen en rood bij. Daar heb ik nog geen probleem mee gehad, maar ik heb misschien nog niet in die situatie bevonden waar dat een probleem kon zijn. En verschillende bordjes met de landschappen op, die hebben iets andere vorm. Het zijn eigenlijk 6 hoeken, maar ze zijn wat afgerond. Ik vind dat niet per se een geslaagde keuze, een gedurfde keuze, een opvallende keuze. Maar ja, het zijn kleine details waar ik iets op heb aan te merken, want over het algemeen vind ik het allemaal heel goed. De entertainment komt vooral van het combineren van die kaarten. En over het algemeen heeft het ook een heel erg Catan gevoel, omdat je op dat, wat je op het bord afspeelt, dat lijkt daar een beetje op in mijn ogen. Mekaar de pas afsnijden, interessante gebieden daar zo snel mogelijk geraken en barbarendorpen omsingelen. Dat heb je niet bij Catan, maar het doet me er heel sterk aan denken. Maar dan heb je die extra component waar dat je eigenlijk helemaal zot in kan gaan. Ik kan eigenlijk iedere spel volledig iets op iets anders toeleggen, want het interessantste is zoveel mogelijk in dezelfde kolom bouwen natuurlijk. En daar goede combo's creëren. Maar je hebt ook een beetje van alles nodig als je tempels wil bouwen. Want dat is ook weer een extra ding om rekening mee te houden. Ga ik volle bak voor een aantal kleuren en probeer daar punten uit te halen. Probeer ik op het veld punten te halen door barbarendorpen te omsingelen. Of ga ik toch voor die tempels die op het einde heel wat punten kunnen scoren. Interessante keuzes in het spelletje. Frustrerende zou misschien de geluksfactor kunnen zijn omdat je kaarten trekt. Ik vind dat al bij al meevalt, in de zin van, je hebt nog altijd de mogelijkheid als je slechte kaarten trekt om te offeren aan de goden. Maar er is wel één soort kaart dat ik in het begin mis en dat zijn de groene productiegebouwen. Als je dat hebt of je hebt dat niet, dat is een wereld van verschil. Je kan het productiegebouw bouwen en dan ga je iedere keer dat je in die kolom iets bouwt, ga je grondstoffen krijgen. Of je kan ze ook opofferen en potentieel veel grondstoffen bijkrijgen. Heb je geen groene kaart, dan zit je daar een beetje vast. Nu, er is wel de regel dat je munten kan gebruiken ter vervanging van grondstoffen, maar dan moet je al heel wat munten hebben om ieder gebouw te kunnen betalen. Misschien dat het een suggestie hier is om te draften in het begin, of gewoon iedereen al één groen gebouw te geven naar willekeur. En dat lijkt mij eigenlijk al veel van die problemen op te lossen. De toegankelijkheid zit wel redelijk snor. Ik zeg het, het is een beetje als Catan. Wat er op het bord gebeurt is heel gemakkelijk te begrijpen. Wat er met de kaarten gebeurt, hoe je dat moet aanpakken, dat is in het begin wat zoeken. Het is in het begin lezen, wat doen die kaarten en hoe kan ik daar echt profijt uit halen. En ik heb het gevoel dat ik na een aantal keer spelen nog niet alles heb gezien van alle combinaties die interessant zijn. Ik heb misschien de meest logische eruit genomen, maar er zijn waarschijnlijk nog manieren waarop je een goede puntenmachine kunt creëren. Mijn persoonlijke mening is ook dat dat een interessant spel is. Ik vind het een heel sterk spel. Ik vind dat er zeker wel mankementjes zijn. Misschien de geluksfactor die soms iets te veel naar voren kan treden. Zeker wat betreft die productiegebouwen. Maar al bij al vind ik er eigenlijk niets storend aan. Ik ben nu echt aan het fitten om te fitten. De volgende in het rijtje is Steampunk Rally. In het spelletje ga je een race racen en in de loop van de race moet je je voertuig nog in elkaar knutselen en liefst ook bij elkaar houden. Want het is een parcours met veel hobbelige wegen en er kan wel eens een stuk afvallen hier of daar. Maak gebruik van kaarten draften, van dobbelstenen rollen en plaatsen. Er zitten eigenlijk tal van componenten in. Het enige wat er bijna niet uit naar voren komt als je dan spelen bent, is de race zelf. De vormgeving is schitterend gedaan. Wat ik hier specifiek in het bijzonder wil benoemen, is het aantal personages dat je kan spelen. Je kan het spel tot 8 personen spelen, maar ik geloof dat er, ik weet nu niet meer van buiten hoor, ik denk dat er minstens 12 karakters in zitten, als ik me niet vergis. En daar kan je dan uitkiezen wie je wil zijn. Maakt dat veel? Ik vind dat wel leuk. Het zijn karakters zoals Einstein, Madame Curie, wie heb je nog allemaal erin zitten? Tesla en Edison, voor de rest. Nee, dat is allemaal dik in orde eigenlijk. En ook de doos staat me eigenlijk wel heel goed aan. Het kwalitatief materiaal allemaal van Roxley Games, die staan er wel een beetje onbekend. De entertainment van het spel komt voornamelijk niet van het racen zoals je zou verwachten. Dus het is een beetje, is het een verkoopstrucje? Ik denk het niet, maar je bent wel een race aan het rijden, maar eigenlijk ben je bezig met je machine in gang te houden. Het is vrij letterlijk een engine builder.
En het kan best zijn in het spel dat degene die op voorhand in de race voorop loopt, dat die zijn motor letterlijk uiteen begint te vallen en dat die dan eigenlijk hopeloos verloren is en ziet iedereen die traag vertrokken is misschien toch hem inhalen. Op dat vlak is het wel een race die onvoorspelbaar einde kan hebben, maar dikwijls ook niet. Als je een beetje let op wat je doet, het meest interessante aspect aan het spel is de uitvinding in elkaar steken en zorgen dat het allemaal met elkaar werkt. En dat gedeelte met drafting dat er aan vooraf gaat, waarbij je de kaartjes kiest, dat geeft je veel vrijheid, maar toch ook wel beperkingen, want je weet natuurlijk niet wat je daarna nog gaat krijgen en gaat het allemaal wel goed met elkaar combineren. Dus wat ik wel ervaar is dat je soms een aantal rondjes nodig hebt om de juiste kaarten bij elkaar te krijgen, om een toffe machine op gang te krijgen. Er zit zeker een geluksfactor in wat dat betreft. Er worden ook dobbelstenen gerold, dus dat is zeker ook een geluksfactor. Maar dat wordt wel ergens gecompenseerd. Als je één rolt, die ene kan je ook veel sneller wegwerken. Het kost veel minder tijd en moeite om die weg te werken. De toegankelijkheid van het spel is eerder laag. Er wordt aangeraden het spel in het begin niet met te veel personen te spelen en zeker niet met 8. Want je moet echt wel in de gaten houden en iedereen bijsturen wat betreft de regels van wat mag voor die machine uit te bouwen. En als je met je eigen machine bezig bent, wat mij betreft, vraagt het al zoveel denkcapaciteit dat ik niet in één oogopslag kan zien hoe de machines van een ander werken. Dit is echt wel een spel dat je een aantal keer moet spelen om er beter en ook echt goed in te worden, volgens mij. Als je slecht begonnen bent, kan dat gesukkel ook wel een tijdje aanslepen. Dus dat kan tot veel frustraties leiden. En beginnende spelers gaan zeker niet meteen zien hoe moet ik dat hier laten werken. Dus wat mij betreft, ik vind dat Steampunk Rally een spel is dat heel goed in elkaar steekt ergens wel. Maar is het een spel dat mij kon entertainen? Ik vond het veel denkwerk voor wat het was eigenlijk. Ik voelde totaal geen race. Het voelt niet aan als een race. Het is misschien wel wat ik iets meer had verwacht. Wil dat zeggen dat het niet leuk is? Het klinkt heel leuk. Als ik mijn eigen video bekijk, dan klinkt het heel leuk. Dan wil ik meteen beginnen die machine te bouwen. Maar toch is er iets bij dat draften en zo, met de dobbelsteenrollen, iets dat je niet in de hand hebt, dat een beetje de machine kan doen stokken en dat je te weinig controle over hebt. Ofwel ben ik gewoon heel slecht in het spel. Kan ook natuurlijk. Het klinkt een beetje tegenovergestelde wat ik zeg bij Tales of Glory. Daar had ik graag wat meer denkwerk. Hier is het misschien een beetje te veel voor mij en vallen de puzzelstukjes niet noodzakelijk in elkaar als ik het aan het spelen ben. The Pursuit of Happiness is een spelletje waar dat je een soort van levensweggewijs je eigen pad door het leven probeert te zoeken. Het grote verschil is dat hier quasi geen geluk in zit. Wel, er worden kaartjes getrokken en daar zit misschien wel wat geluk in. Maar voor de rest eigenlijk niet. Het is een soort van worker placement waar dat je in plaats van mannetjes zandlopers gaat plaatsen die je tijd in het leven representeren. En ja, als je tijd op is, dan ga je naar de volgende ronde. Maar dan is er ook nog een bepaalde factor stress. En als je veel stress oploopt tijdens het leven, ga je steeds minder zandlopers hebben en ga je waarschijnlijk ook sneller doodgaan. Dus het kan zijn dat jij als speler zoveel stress hebt gehad dat je een ronde sneller doodgaat dan de andere spelers. Ik ben niet meteen de grootste fan van dit cartoony artwork dat je ook op de doos ziet, maar uiteindelijk werkt het allemaal wel. Het is zo kleurrijk dat je er gewoon weg vrolijk van wordt als je dat bord al gewoon maar openvouwt en al die kaarten er hebt opgelegd. Het is ludiek, soms ook met een knipoog wat de beschrijvingen op de kaarten betreft. Er zit wat humor in, dat vind ik wel leuk allemaal. Doos is niet om over naar huis te schrijven. Alle componenten passen erin. Maar probeer er maar eens een uitbreiding of twee bij te krijgen, dan is het al redelijk wat stoempen. Wat dat betreft ga ik al meteen meegeven. Op dit moment loopt er een Kickstarter omtrent het spel, waarbij je de basisdoos en de uitbreiding, eventueel alle uitbreidingen, kan kopen in een big box. Is natuurlijk wel prijzig als je alles wilt hebben in één keer, maar als het een spel is dat jou aanspreekt, dan is het zeker nu de moment om dat goedkoper dan normaal te krijgen. Als je geïnteresseerd bent daarin, dan wil je waarschijnlijk ook weten of het een leuk spel is. Nu, het doet vermoeden dat het thema de sterkste troef is. Je wil een leven nabouwen en je hebt inderdaad op basis van allerlei unieke kaartjes, alle kaarten die erin voorkomen zijn uniek, heb je eigenlijk een rijk aanbod aan mogelijkheden. Nu, de entertainment tijdens het spel
gaat misschien vooral niet van dat gedeelte komen. Misschien dat je op het einde van het spel zo wel iets hebt van oké, ik heb dat en dat gedaan in mijn leven. Oh, dat was wel een leuk verhaal, maar tijdens het spel, nee. De kans dat je daarmee bezig bent is vrij klein. Het is vooral van oké, ik heb 3 boekjes nodig. Oké, ik kan eventueel gaan studeren, maar dat heb ik voor de rest niets aan. Ik kan misschien beter een kaart pakken, waardoor ik op een of andere manier aan 3 boekjes geraak. Als ik dat doe, krijg ik stress bij. Ja, dan heb ik een zandloper minder. Dus dan wil ik toch ergens nog meer relaxed worden. Wil ik iets doen wat me ontspant. Dat soort kwesties, waar dat je eigenlijk heel goed moet bezig zijn met al jouw grondstoffen te managen. En vooruit plannen in mate van het mogelijke. Want je kan niet altijd voorspellen welke kaarten er komen. Maar in het begin van elke ronde kan je wel redelijk goed vooruit plannen. Tenzij er andere spelers zijn die kapers op de kust zijn en dezelfde kaarten op het oog hebben natuurlijk. De toegankelijkheid is wel een apart verhaal. In essentie is het niet moeilijk wat je moet doen. Gewoon je zandlopers op dingen zetten die je wil krijgen. De kosten ervoor betalen en de gevolgen ervoor krijgen die meestal goed zijn. Maar soms heb je ook wat extra stress. Dat is het ergste wat er kan gebeuren. En het ergste op het einde is misschien dat je een ronde vroeger doodgaat. Dus ik kan wel zien waarom iemand die geen ervaring heeft met spellen dit kan spelen. En als hij het verhalen wil zien, gaat hij zich misschien heel goed amuseren. Maar om het goed te spelen, dat vraagt toch wel wat oefening eigenlijk. Het is een beetje zoeken in het begin. Naarmate je het spel meer speelt, gaat het wel vlotter verlopen. Maar kan ik zeggen dat het heel toegankelijk is? Waarschijnlijk niet. Waarschijnlijk vraagt het toch wel redelijk wat denkvermogen van de meeste mensen om ervoor te zorgen dat je op elk moment de juiste boekjes, lampjes en handjes hebt om alles te betalen wat je wil betalen. Zeker als je eenmaal vaste verplichtingen hebt, zoals een partner, een job of een hobby die je toch nog wel wilt wat in verbeteren. Wat ook nog is qua toegankelijkheid. Dit spel wil je niet spelen met 5 spelers. Als je een uitbreiding hebt, gaat dat. Ik snap niet waarom het erbij zit. Misschien als alle spelers het spel heel goed kennen en vlotjes kunnen spelen. Maar naar mijn ervaring is er redelijk wat downtime bij dit spel. Dus je zit te wachten terwijl andere spelers aan het nadenken zijn hoe zij hun grondstoffen zo efficiënt mogelijk kunnen beheren. Je kan wel een beetje denkwerk op voorhand doen, maar als je beurt begint en die kaart waar dat je voor aan het plannen was is ineens weg, dan is het opnieuw beginnen van nul en alles terug berekenen of het klopt. Dus ik raad het spel vooral aan met aantal spelers 3 of minder. Ik speel het meestal eigenlijk zelfs solo. En ik moet ook nog iets extra zeggen daarbij. Ik vind het spel beter worden met een uitbreiding. Omdat het geluk kan soms wel een bepalende factor spelen. In de zin van op elk moment de kaartjes die er tevoorschijn komen, daar heb je geen vat op natuurlijk. En soms ben je naar iets specifiek op zoek en de ene speler zal net op dat moment dat vinden wat hij zoekt en de andere speler niet. Heel thematisch voor het leven, maar dat kan soms als storend ervaren worden. Maar met een uitbreiding heb je weer extra manieren. Ik zeg niet eens specifiek welke uitbreiding, maar je hebt extra manieren om aan de grondstoffen te geraken, om ze om te wisselen eventueel. Om dingen vooruit te plannen is ook een uitbreiding dat je zegt, okay, ik kan het nu niet betalen, maar ik kan het in een volgende ronde misschien betalen. En dat zorgt ervoor dat je echt veel meer mogelijkheden hebt om deftig te plannen. Je hebt eigenlijk redelijk wat vrijheid in de spelling. Ik denk dat dat me wel aanspreekt. Ook al zie ik het niet allemaal als heel thematisch. Als laatste hebben we Mysterium Park. Een afkooksel van Mysterium, u misschien gekend. Moest dat niet het geval zijn, één iemand is een geest die gedood is en die gaat met behulp van visioenkaarten, als je Dixit hebt gespeeld, ken je ze wel, gaat hij proberen aan te geven door wie die is vermoord, waar die is vermoord en met welk moordwapen. In Mysterium Park hebben we al moordwapen achterwege gelaten, we moeten nog maar 2 dingen te weten komen. Dus het gaat in eerste plaats voor een korter spel. Of die kortere spelbeleving nog de moeite waard is om te kopen als je Mysterium al hebt, dat ga ik onder andere hier vertellen. Over de vormgeving ga ik bitter weinig zeggen. De kaarten zijn prachtig zoals gewoonlijk. De componenten zijn allemaal degelijk, de kristallen bolletjes komen terug. Misschien het enige wat je mist ten opzichte van het basisspel is het afschermscherm. Dat er eigenlijk fantastisch uitziet. Bijdraagt tot de sfeer. En hier zit je een beetje meer zoals Codenames. Zit je gewoon achter zo'n kaartje.
waar dat op staat aangegeven welke speler welke moordenaar of welke locatie moet vinden. Dat is toch niet hetzelfde. Qua entertainment komt het in grote lijnen nog altijd overeen met Mysterium. Er wordt een bepaalde sfeer, een band gecreëerd tussen de geest en zijn spelers. Die moeten raden wat hij bedoelt met die afschuwelijke tekeningen. Of ja, ze zien er niet afschuwelijk uit, maar afschuwelijke hints qua tekeningen. Want je kan er verschillende dingen in zien. Het nadeel is misschien dat je nu zelfs 9 opties hebt per ronde. Veel van de frustraties die spelers hadden bij Mysterium. Lange opsteltijd, het gezoek naar kaartjes die bij elkaar horen, eentje om aan de spelers te geven, eentje om achter jouw schermpje te hebben. Dat is allemaal weg. Dus ik denk dat ten opzichte van Mysterium daar veel entertainment van moet komen, dat je die moeite al niet moet doen. Toegankelijkheid is ten eerste al minder, omdat je dit maar met 6 kan spelen. En ik had wel zoiets van, we zijn met 7, wat kunnen we doen? Ah, Mysterium, dat gaat tot 7. Dat was eigenlijk een no-brainer bijna altijd. Dit gaat dus niet. Dus als je vaak met 7 bent en Mysterium bovenhaalt, dan kan deze het niet vervangen. Speeltijd is natuurlijk korter. Je zit hier rond de 28 minuten, zoals de doos zegt. En dat hebben ze wel behouden ten opzichte van de oorspronkelijke doos. Daar stond 42 minuten op, denk ik. Rare getallen. Ik vind het wel leuk dat ze die trend doortrekken. De herspeelbaarheid is eigenlijk ook wel quasi hetzelfde. Er zitten genoeg karakters in om het even vaak te spelen als een volwaardige doos. Dus op dat vlak verwacht ik geen problemen. Het thema is natuurlijk helemaal anders. Dus we bevinden ons in een circus. De circusdirecteur is vermoord. En alle locaties zijn natuurlijk gerelateerd aan dat circus. Dus het is al moeilijk om tips te geven. Ik vind het toch moeilijker een beetje. Dus dat maakt het misschien net iets minder toegankelijk. Maar wat vind ik er dan van? Wat mij betreft gaat Mysterium zeker nog niet de deur uit, de volwaardige versie. Ik heb ten eerste al 2 uitbreidingen, de insert. Dus ik heb er redelijk wat geld en moeite in gestopt om dat allemaal picobello te krijgen. Op een aantal vlakken kan deze dan toch niet overnemen. Het aantal spelers, net die ene speler minder, is misschien geen ramp. Ook de sfeer is helemaal weg, vind ik, met zonder dat schermpje waar het de geest zich achter kan verstoppen. En als het nodig is, is goed kniffelen zonder dat iemand het ziet. Het voelt meer aan als Codenames. Codenames in combinatie met een Dixit of Mysterium. Het is natuurlijk een voordeel dat je het veel korter kan spelen. Ik vond het een werkelijke pain in the ass om zoveel opstelmoeite te doen. Dus ja, het is te nemen of te laten in dit geval. Als het puntje bij paardje komt, had ik misschien toch liever als een uitbreiding gezien. Plus, ik ben van mening dat ik zelf al een spel Mysterium heb gemaakt dat sneller speelt. Het heet Mysterium Duel. Ik heb het een aantal keer getest, waaronder op een beurs. Mensen waren er enthousiast over. Alleen kan je het niet verkopen als een apart pakketje. Je hebt gewoon het basisspel nodig. En dan speel je tegen elkaar, met 2 geesten. Dat is nog één ding dat ik wil zeggen. Het verhaal van Mysterium blijft ook een warboel. Bij de oorspronkelijke was het ook al zo. Wacht, we moeten allemaal een verschillende moordenaar zoeken, een verschillende locatie. En dan uiteindelijk, één van die is de juiste. Is dat niet veel gedoe om gewoon direct niet naar... Waarom mag je niet gewoon direct naar de juiste gaan? Wel, hier is het net hetzelfde. We gaan eerst visioenen moeten geven voor degenen die het niet zijn. Dat verhaal slaat op niets. Je kan het echt niet verkopen op die manier. Ik had dan misschien gehoopt dat ze er een andere twist aan hadden gegeven. Maar dat is echt een detail. Oké, ze zijn alle 5 erdoor gejaagd. Ik hoop dat die tijd nog een beetje deftig is, want ik had veel te zeggen precies. Wat is voor mij nummer 5 en zo stelselmatig naar boven gaat werken? Wel, nummer 5 is voor mij deze hier. Componenten goed, zat goed in elkaar, maar het gaf me meer frustraties dan vreugde, denk ik, als het puntje bij paardje komt. Dus Steampunk Rally is mijn nummer 5. Dan is het al wat moeilijker. Ik vind het heel moeilijk om deze te plaatsen hier. Mysterium vind ik een geweldig spel en moest ik Mysterium al niet kennen, zou Mysterium Park misschien ook hoger eindigen, maar nu zet ik hem op 4. Dan zou ik persoonlijk gaan voor Tales of Glory, omdat het mij zeker wel een leuk spel lijkt om vaker boven te halen bij groepen die niet zoveel van spellen kennen. Ik denk ook wel dat ik er niet snel ga tegenop zien om het te spelen. Het is gewoon zo goed, het zit goed in elkaar. Ik kan er eigenlijk weinig slecht over zeggen, buiten dat het niet mijn ding is. En dan hebben we deze. Ja, de denkoefeningen die je daar moet doen, vind ik wel leuk. Ik vind dat je veel flexibiliteit hebt in de keuzes die je kan maken.
Dat er geluk mee gemoeid is, heb ik nog niet echt als storend ervaren. Buiten dat ene ding, productiegebouwen, ik denk dat ik ze er standaard ga ingooien. Iedereen begint er met één. En dan is dat het probleem van de baan. En zeker zonder twijfel de winnaar van deze vijf, Pursuit of Happiness. Al is het maar om solo te spelen, met twee spelers, misschien met drie nog hooguit. Maar dan moet ik eerst volk vinden die het even leuk vinden als ik. Dat wat betreft mijn review van deze vijf spellen. Hopelijk zijn jullie volgende keer ook weer bij. En dan gaat het gaan over vijf kaartspellen. Oh, een vooruitblik even. Dank voor het kijken en hopelijk tot de volgende keer. Bye bye.